Dames en heren, goede avond. Dit is de eerste van 5 uitzendingen gewijd aan de bevrijding van Tilburg 50 jaar geleden. Deze uitzendingen worden verzorgd door studenten van de Academie voor Journalistiek en Voorlichting, rechtstreeks vanuit de studio van de Academie. Zometeen beginnen we met Journaal 44, het Tilburgs nieuwsoverzicht van toen. Daarna volgt een portret van Coba Pulskens, het symbool van het Tilburgse verzet. Verder brengen wij een dagelijks verslag van de bevrijdingsfeesten in het Journaal 94. Daarna een documentaire over de pilotenhulp onder de titel Spel met grenzen. En tenslotte de agenda met de evenementen van morgen. Maar nu eerst Journaal 44. We gaan 50 jaar terug in de tijd. Dames en heren, goedenavond. Dit is het journaal van 26 oktober 1944. De geallieerden liggen vlak voor Tilburg. Vanuit het zuiden wordt de Duitse bezetting bedreigd door Schotse troepen. Zo staat de 15e Schotse divisie klaar om met behulp van de Guards Tank Divisie en de 4e Tankbrigade Tilburg aan te vallen. Ook de Nederlandse Prinses Irene Brigade probeerde de stad bij de wijk Broekhoven binnen te komen. De bedoeling was een uitvalsbasis in Broekhoven te vestigen, maar door de slechte weersomstandigheden is dat steunpunt voorlopig buiten Tilburg opgezet. In de stad was de hele dag hevig schieten te horen. Met name in de buurt van Broekhoven, de Bossenweg en Koningshoeve. Schotse troepen zijn opgerukt via de Tilburgseweg in Oosterwijk in richting Tilburg. Op de kaart de situatie van vanavond. De 227e brigade is het Wilhelmina-kanaal overgestoken en bedreigt de Duitsers vanuit het zuiden. En die beginnen zich terug te trekken. Kleine groepen achterblijvers moeten de opmars van de Schotten vertragen. Bij de Bredase weg worden inderhaast verdedigingslinies aangelegd. Vanmorgen zijn 50 mannen door de Duitsers opgepakt om dat werk gedwongen uit te voeren. In een poging de geallieerden tegen te houden, hebben Duitse soldaten vannacht en vandaag verschillende bruggen in Tilburg opgeblazen. Daarbij werd een jongetje in de Hoofdwijnse straat gedood en raakte een meisje in de Javastraat gewond toen brokstukken haar huis binnenvlogen. Vanmorgen vroeg explodeerden de bruggen bij het trappistenklooster de Koningshoeve en de Bossenweg. Om 20:15 werd het viaduct bij Café Luiben aan de Bossenweg opgeblazen. Het viaduct aan de Ringbaan Oost ging om 11:00 met veel geweld de lucht in. Gisteren moesten de spoorbruggen over het kanaal het ontgelden. Oosterwijk is vandaag al wel bevrijd. De Duitsers boden nog enkele uren weerstand, maar rond de middag trokken zij zich terug. De bevolking van Oosterwijk begroette haar bevrijders enthousiast. 'S Middags zaten de Duitsers nog ten noorden en ten oosten van het dorp. Daar werden ze belaagd door Schotse artillerie. Aan het eind van de middag namen zij de vlucht. In Zeeland is vannacht de geallieerde opmars naar Walcheren voortgezet. Engelse troepen zijn vanuit Terneuzen de Westerschelde overgestoken en geland bij Hoedekenskerke op Zuid-Beveland. De 52e Lowland Divisie heeft vanuit West-Brabant ook Zuid-Beveland bereikt en trekt op richting Walcheren. Daar houdt een sterke Duitse bezetting stand. Het doel van de operatie in Zeeland is de haven van Antwerpen weer toegankelijk te maken voor de scheepvaart. Geallieerde schepen kunnen nu de Westerschelde nog niet op, omdat die wordt beheerst door sterke Duitse kustbatterijen bij Vlissingen en Westkapelle. Ondertussen is de nood op Walcheren groot. Het hele eiland staat onder water na bombardementen op de zeedijken eerder deze maand, in een poging de Duitsers te verjagen. Voor de burgers is de situatie vrijwel onhoudbaar. Er zouden inmiddels honderden slachtoffers zijn gevallen. Buitenlands nieuws. De Japanners hebben in de Golf van Leyte bij de Filipijnen een vernietigende nederlaag geleden. Na een hevige vijfdaagse zeeslag tussen de Amerikaanse en Japanse vloot lijkt een Amerikaanse opmars naar de Filipijnen niet meer te stuiten. De Amerikaanse landingstroepen op het Filipijnse eiland Leyte worden intussen belaagd door een nieuw fenomeen in de strijd, de Japanse kamikaze. Dit is een zelfmoordactie van een piloot die zijn vliegtuig vol met explosieven in een vijandelijk doel probeert te boren. In Japan hebben duizenden jongeren zich vrijwillig aangemeld als kamikazepiloot. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren ook nog aanvallen uitgevoerd op Japans grondgebied. Tot slot Frankrijk. Dat land wil de geallieerden helpen de oorlog tot een einde te brengen. Generaal de Gaulle heeft een verklaring afgelegd over de buitenlandse politiek van zijn land. Frankrijk heeft om aan de geallieerde oorlogsinspanningen deel te nemen wel wapens nodig, maar die kunnen alleen geleverd worden wanneer de havens weer hersteld zijn. Tot zover het nieuws. En dan nu het weer. Morgen wordt het iets kouder dan vandaag. De temperatuur zal schommelen tussen de 5 en 9 graden Celsius. Het wordt een bewolkte dag met hier en daar een bui.
De wind is zwak en komt uit noordelijke richting. Dit was het journaal van 26 oktober 1944. Goedenavond. Tante Coba is voor velen een begrip. Een heldhaftige en kordate verzetsvrouw die piloten en joden onderdak bood in haar huis aan de Tilburgse Diepenstraat. Haar verzetsactiviteiten zijn haar uiteindelijk fataal geworden. Kijkt u naar een portret van Coba Pulskens, gemaakt door Joyce Gunsing, Kirsten Hoijmaiers en Ferry Lewis. Tante Coba was een opgewekte, vrolijke vrouw, maar die ook klaar stond om iedereen te helpen. Zo was ze, hè? Ze was altijd bezig voor een ander. Een heel eenvoudig mens met een gouden hart. Met een instelling die ver te zoeken is op het moment in de hele wereld. Coba Pulskens, 1884-1945. ...27 oktober 1944. Tilburg is bevrijd. Mensen trekken massaal de straat op om hun bevrijders te begroeten. Grote vreugde, maar niet voor iedereen. Velen hebben de bevrijding niet meegemaakt. Onder hen Coba Pulskens, een verzetsvrouw. Coba Pulskens heeft in haar huis in de Diepenstraat vele onderdak verleend, zoals piloten en joden. Een van de Joodse onderduikers was Sara Taylor Moskovich. Zij ging terug naar de plek waar ze ondergedoken zat. Ze was erg lief. En als je dan maar met haar maar bezig was, zoals wij dat dan deden met die haren wassen en een beetje knuffelen met haar en zo. Dan kon ze gieren, kon ze zo heerlijk lakken. Hè. Dat was echt een heel aparte vrouw, ja. Wij zijn nichtjes van tante Coba. En wij kwamen heel vaak bij haar thuis. We speelden ook altijd bij haar. Want onze tuinen lagen tegen elkaar en wij woonden achter tante Coba's huis. Dus het was één poortje tussenin en die stond altijd open. Speelde net zoveel bij tante Coba op de plaats als thuis. Tante Coba was voor ons gewoon een tweede moeder. Het was een heel lief mens en ze kon heel veel van ons hebben. Heel opgeruimd altijd, ja. Ze zong altijd en we konden daar spelen. We konden alles doen, vooral omdat die onderduikers er dus waren. Die hadden aandacht voor ons. We kwamen zelf uit een groot gezin. Dus ze hadden alle aandacht voor ons, konden ons spelletje doen. Meer als we dus mijn vader en moeder konden doen thuis eigenlijk, hè? Ja, we noemden ze oom en tante, dat zegt al genoeg. 2 februari 1947. Duizenden inwoners van Tilburg, voorafgegaan door de autoriteiten, onder wie ook de minister van Oorlog, begeven zich naar het huis waar eens Coba Pulskens woonde. Aan de pui van dit huis worden gedenktekenen onthuld om deze moedige illegale werkster, die in Ravensbrück om het leven kwam, te eren. Tot degene die in haar huis in de bezettingsjaren onderdak vonden, behoren vele piloten en joden. En het is daarom dat vertegenwoordigers van de geallieerde luchtstrijdkrachten de plechtigheid bijwonen en bij het monument een bloemenhulde brengen. Weer is een monument toegevoegd aan de velen die overal in ons land zijn opgericht. Opdat wij niet vergeten. Ik ben eigenlijk 5 jaar geleden begonnen met het onderzoeken van een aantal thema's rond Tilburg en de bezetting. Waarbij ik het doel had om een aantal bekende verhalen opnieuw kritisch te bekijken en een aantal nieuwe onderwerpen naar boven te brengen. Dat is eigenlijk het totale doel eigenlijk van mijn studies geweest. Wij hadden zo'n vertrouwen in haar dat we dachten, zij weet wel wat ze doet. Zij weet hoe ver of ze kan gaan.
daar hebben we zo'n vertrouwen in gehad. Dat, we dachten altijd, dat is een halve god, haar gebeurt niks. Want ze waakt over ons en ze doet zoveel voor anderen. In de buurt van het park, daar was zo'n café. En daar ging je, er was op de hoek ging je zo'n deur binnen. En daar had je zo'n heel zwaar gordijn. Dat deed je dan open. Nou ja, dat deed zij ging voor en wij kwamen er achteraan, ik het laatste. En toen zag ik allemaal die helmen daar liggen van die kerels. En die, ik denk, waar komen wij hier terecht? Maar ja, wij durfden niks te zeggen. Kijk, ik zou niet, die zouden meteen herkend hebben dat wij geen echte hier van Tilburg waren. Dat we toch een ander accent hadden. Ik denk, nee, we zeggen hier niks. En toen, daar, die zaten daar allemaal. En toen zegt ze, kom maar, gaan we ook nog middenin. Ging ze zitten. En wij durfden niet te zeggen nee. En wij durfden ook niet bang te zijn. Hoe bedoelt u dat? U durfde niet bang te zijn? Waren, u bent toch gewoon bang? Ja, maar wij waren bang dat ze dat aan onze gezichten konden zien. Dat we bang waren. Dat was toen we daar de eerste keer kwamen, dat was een verschrikking. Het dagelijks leven weerspiegelt niet wat er echt aan de hand was. Het leek erop dat de onderduikers bij Coba thuis onbezorgd konden leven. Ze hadden altijd zo'n grijze schort aan. En ja, tot onderaan zo, en van die hoge schoenen. En altijd die haren. Ja, en die hebben we altijd een beetje gefatsoeneerd. We hebben een beetje gewassen en de haren gewassen en een beetje met haar gekneuveld en gepongeld en gedaan. Ja, we hebben haar ook in zo'n teeltje gezet. Ja, we hebben er alles mee aangevangen. Wij gingen ook vaak voor tante Coba boodschappen doen. Bij de groentemal of bij de kruidenier en zo. Dan viel het ook niet op, hè. Als we haar boodschappen, want wij hadden een groot gezin. Als tante Coba zelf dus boodschappen had moeten doen, ze had veel in moeten slaan. Dat zou opgevallen zijn natuurlijk, hè. We zaten altijd in die tussenkamer, hè. Op houten stoelen, ja, en een grote tafel. Zo'n gewone houten tafel die je met groene zeep moest schrobben, weet je wel. Dat deden wij dan allemaal, wij dames, wij meisjes. Ja, en dan had ze zo'n koffiemolen aan de muur hangen. Daar deed ze rijst in en die maalde ze dan. Waarvoor was dat? Nou, ik denk voor pap te maken. Dan werd die pap wat dikker, dacht ik. Maar het was wel lekker. En veel gedanst en zo, hè. Allemaal gekke dingen doen en zo. Gedanst? Ja, dan deed ik gewoon een of ander dansje. Van tante Jet ging naar bed, had de koffie al gezet. Joepie! En zo, hè. Dan had ze ontzettend lol en dan moest ze nog een keer open doen, hè. Dan werd hij geklapt. Ja, ja, dat was ontzettend leuk. Ja. En wat deed Coba dan? Die stik toch een blakker. Die deed mee, die had leuk. Altijd plezier. Die zat dan met een kopje koffie zo, met haar handen onder een bekertje koffie. Naast de kachel had ze haar vermout koekjes gebakken, hè. Nou, dat vond ze prachtig weer rond kon delen, hè. Op een dag deden de Duitsers huiszoekingen in de Diepenstraat, behalve bij Coba Pilskens. Haar onderduikers voelden zich niet meer veilig en vertrokken. Je kunt dan haar werk verdelen in een periode die loopt van mei 1942 tot eind oktober 1943. Dan zet ze haar onderduikwerk stop, omdat namelijk gebleken is dat de Limburgse verzetsgroep waarmee ze samenwerkte zwaar geïnfiltreerd werd door de Sicherheitspolizei. Daar zijn toen slachtoffers gevallen. Maar op 8 juli 1944 wijkt ze van die gewoonte af en gaat in op een verzoek van Leonie van Harsel om alsnog een aantal piloten voor korte tijd in haar huis op te nemen. En die beslissing van haar is haar fataal geworden. Roy Carter, Canadees. Van de Australiër Nat is geen foto. Ronald Walker, Engelsman. Er zijn twee versies. De eerste versie is van Coba Pilskens zelf. En die heeft ze verteld na haar arrestatie aan Leonie van Harsel, die tegelijk met haar werd gearresteerd. Volgens Coba werd ze door twee of drie Duitsers, dat is niet helemaal duidelijk, opzij gezet toen ze binnenkwamen, werden de drie piloten naar buiten gedreven en daarna hoorden ze schieten. Ze heeft het niet gezien, ze heeft alleen horen schieten.
In de tweede versie, dat is de Duitse versie, kwamen er twee Duitsers haar huis binnen. Eén loopt onmiddellijk door het huis naar achter met de bedoeling ontvluchting tegen te gaan. De tweede Duitser gaat de woonkamer binnen bij Koba, ziet daar drie mannen aan tafel zitten, vraagt in het Nederlands, want hij sprak vloeiend Nederlands, wie zij zijn. Hij krijgt dan geen antwoord, dan herhaalt hij zijn vraag in het Duits. Op dat moment springen de drie mannen op, hollen naar buiten, lopen de eerste Duitser, die intussen achter het huis is, bijna in de rug en bijna omver. Die Duitser roept hende hoog en halt. En wanneer ze dan dat bevel niet opvolgen, schiet hij ze neer. Nadat de piloten zijn doodgeschoten, pakt de Gestapo Koba op en brengt haar naar kamp Vught. Na kamp Vught wordt Koba overgebracht naar Ravensbrück, waar zij door vergassing om het leven kwam. Het verhaal gaat dat zij zich heeft opgeofferd voor een moeder met twee kinderen. Mijn moeder ging naar, als ze wist dat er weer een trein aankwam, gingen ze naar het station kijken en zo. Met de hoop dat ze erbij zou zijn. Er werd naar de radio geluisterd. Via het Rode Kruis kreeg je berichten door welke onderduikers of welke Joden eventueel bevrijd waren. Dus je hoopte alsmaar dat tante Koba op een gegeven moment genoemd zou worden. Het ging per alfabet. Elke keer als er letter P kwam, nou, er was gespannen luisteren van hoor de naam Tolskens. Maar het was tevergeefs, hè. Vijftig jaar na de bevrijding van Tilburg ontmoeten ze elkaar weer. Dezelfde plek, andere omstandigheden. Maar de herinneringen zullen nooit verdwijnen. Hallo, jij ja, mag komen. Dag, hartstikke leuk. Sani, hoe is het met jou? Ja, als ik nou eens in moeilijkheden ben, dan praat ik wel eens met haar, probeer ik met haar voor de geest te halen. En dan vraag ik haar eens of ze me wil helpen of zo. Het was een goed mens. Ja. Het boek Zomaar een stad, waarin ook een hoofdstuk is gewijd aan Koba Pilskens, komt morgen uit. In de Centrale Bibliotheek Tilburg wordt het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Broks. Tegelijkertijd wordt de tentoonstelling Laatste Nieuws geopend. En dan nu Journaal 1994. Goedenavond, dit is het journaal van 26 oktober 1994. Het Oranje Comité Tilburg is al anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen van de bevrijdingsfeesten. Twee weken geleden startte een feestprogramma in de verzorgings- en verpleegtehuizen. Het middagprogramma werd ingevuld met muziek, een tonprater en een film over de bevrijding van Tilburg. Gerard Donkers van het Oranje Comité is een van de mensen die het programma organiseerde. Wij hebben gekozen voor dit programma omdat met name de bejaarden degene zijn die de bevrijding, de oorlog en de bevrijding echt aan de lijve ondervonden en meegemaakt hebben. Veel bejaarden zijn niet in staat om naar de stad te komen waar een hoofdzaak de feestelijkheden plaatsvinden en daarom hebben wij gedacht wij gaan naar de bejaarden zelf toe.
Hoogtepunt van de middag was de film over de Tilburgse bevrijding. Deze film is 50 jaar geleden gemaakt. Bij de bejaarden roept het veel herinneringen en emoties op. Ik vind het wel leuk om te zien, maar ik krijg ook een herinnering. Ik heb het wel niet meegemaakt zelf. Ik heb ook een zoon dood. Ik ben in Oostenrijk. Nee, vergeet het niet. Dat was in de oorlog? Ja. We moeten werken in Duitsland. Dus voor u is het heel moeilijk om nou die film te bekijken? Nou, ik zie het wel graag. Maar ik zit vol. Nou, ik herkende de plaatsen vlakbij waar wij woonden. Hoe vond u de film? Geweldig. Herkende u nog veel beelden? Ja, waar we gewoond hebben. Het huis lag in elkaar bij de brug van de Oost, bij het kanaal. En hoe heeft u toen de tijd de bevrijding gevierd? Ja, overal. Het was een overal feest. Groot feest. Een groot feest, ja. En gaat u het nu weer vieren? Ja, natuurlijk. Doe mee. Het programma is meer, veel meer dan wij verwachten. Het is een grandioos succes. Niet alleen doen er van de 17 bejaardenhuizen doen er 16 mee. Dat is op zich al een succes, maar van de 16 daar hebben we er inmiddels 12 van bezocht. Het is overal overweldigend. Schep dan maar op, ja, daar komen wij erom. Vrijdag is hetzelfde programma om 14:00 voor de laatste keer te zien in het bevrijdingspaviljoen op de Heuvel. Dan is het toegankelijk voor iedereen. Niet alleen mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt herdenken deze week de gebeurtenissen van 50 jaar geleden. Ook de jongste generatie wordt daarbij betrokken. Ook op de Don Sarto school in de wijk Broekhoven krijgen de leerlingen les uit een nieuw boekje over de oorlog. Oorlog onderweg is geschreven door de Tilburger Piet Mooren en bedoeld voor de hoogste groepen van de basisschool en de eerste twee klassen van de middelbare school. Goed, pak maar eens even voor je bladzijde 12. Wat ik nog niet heb gezien is dat het zeer positief is. Kinderen zijn razend enthousiast en er wordt heel prettig mee gewerkt. Goede afwisseling ook. Zeer begrijpelijk voor de kinderen. De tekst is goed te lezen. En het wordt goed teruggekoppeld ook naar het heden. Dus ik vind het zeer positief. Op de Don Sarto school zitten veel leerlingen met een taalachterstand. Is het boekje niet te moeilijk voor de kinderen? Nee, het is niet te moeilijk. Bovendien zijn er hier veel grootvaders van kinderen die de oorlog meegemaakt hebben. Die zelfs meegeholpen hebben aan de bevrijding van Broekhoven, zeg maar. Waardoor dus kinderen heel vaak verhalen al gehoord hebben van hun grootouders over de oorlog. Zodat ze heel dichtbij staan. Had je al eerder verhalen gehoord over de oorlog? Ja, van mijn opa en van mijn oma. En wat vertelde zij dan? Ja, dat ze wel eens met de Joodse kinderen gingen rijden en zo. En overal liepen Duitse soldaten. En allemaal van die dingen. De rest ben ik allemaal vergeten. 30 januari 1933 komt hij al aan de macht. Dus je moet niet denken dat Hitler pas in 1940 aan de macht is gekomen. Nee, die was al veel eerder bezig. Ik wist niet dat de Joden zo waren. Ja, dat de Joden zo mishandeld werden, zou ik maar zeggen. En kijk je nu ook anders tegen discriminatie aan, nu je weet dat het toch heel, heel erg kan zijn? Ja, dat doe ik toch altijd. Oorlog onderweg is in beperkte oplagen te koop in de Tilburgse boekhandel en kost €12,95. Morgen beginnen de bevrijdingsfeesten pas echt. Afgelopen weken zijn vele Tilburgers al in touw geweest om alles hiervoor in orde te brengen. Op de Heuvel werd gisteren begonnen met de bouw van het bevrijdingspaviljoen. Het middelpunt van alle activiteiten deze week. Het Oranje Comité coördineert de festiviteiten. Nou, op de eerste plaats maken wij het programma natuurlijk voor de 350 gasten uit het buitenland. In feite onze bevrijders van 50 jaar geleden. Maar daarnaast ook voor de Tilburgse bevolking. En een aantal onderdelen die ik graag noem zijn herdenken, krijgen leggen van kransen, maar ook feestvieren in de hele stad. In de Schouwburg wordt druk gerepeteerd voor de speciale bevrijdingsvoorstelling van aanstaande zaterdag en zondag.
dan komt het hier. Oké, dan gaan we hier afvangen. En terwijl mama mooie kopjes perfect en is het mijn allerliefste. Ik ben de generaal die in het stuk voorkomt en Tilburg heeft bevrijd. Bent u trots op uw rol? Wat dacht je? Ik denk het van wel. Als je iets voor mensen mag doen, iets terug mag doen, ben je daar trots op. Mag je iets teruggeven? Dat vind ik heel fijn. Terwijl ze op de heuvel stevig doorwerken, wordt in heel Tilburg door allerlei mensen hard gerepeteerd. 40-45. Zoveel onschuldige mensen dood. Wanhoop onder de mensen en de ravage was groot. Andere landen zijn ons komen bevrijden. En ik hoop dat we de volgende oorlog kunnen vermijden. Last post. De laatste groet is het vertaald in het Nederlands. Een groet aan iedereen die tijdens de oorlog is omgekomen. Hè? Ik zie er echt naar uit, ja. En ik niet alleen, ik denk de hele Tilse bevolking. Omdat? Om eens goed te vieren dat het 50 jaar geleden is dat we bevrijd werden. Voor meer informatie over de bevrijdingsfeesten is er een programmaboekje te verkrijgen bij het gemeentelijk informatiecentrum. Tijdens de bevrijdingsweek komen 360 geallieerde oud-strijders naar Tilburg. Sommigen verblijven in hotels in de stad, anderen krijgen onderdak bij gastgezinnen. Een van die gastgezinnen is de familie Den Aker. Er komt een oud-strijder bij hun huis ter gelegenheid van de 50-jarige bevrijding van Tilburg. Wanneer komt die aan? John komt donderdagmorgen om 9:30 op het Ibis Hotel aan. Hoe is hij vroeger tijdens de oorlog bij jullie thuis terechtgekomen? Nou, na de bevrijding van Tilburg is hij dus verder gaan met andere plaatsen bevrijden. Toen was het in januari kennelijk zijn tijd dat hij een paar weken dus op rust mocht komen. En zodoende is hij bij mijn ouders met nog drie andere militairen terechtgekomen. Voor een paar weken. En met twee van die vier hebben wij nu nog steeds contact. En een van die vier wil dus helemaal niet over de oorlog praten. Met deze John is dat wat makkelijker. En diegene die er niet graag over wil praten, komt dus ook niet naar de herdenking van de bevrijding? Nee, deze man die het niet over wil praten, die komt dus niet naar de bevrijding en die wil er helemaal niks mee van doen hebben. En kunt u mij vertellen wat u nou het meest is bijgebleven uit de tijd dat John bij u in huis zat? Ja, ik was toen, moet niet vergeten, ik was toen een jongen van een jaar of 13. Ik vond het natuurlijk allemaal, ik had niet de zorgen van de oorlog. Ik vond het eigenlijk best hoog amusant. Die mensen waren dus met z'n vieren bij ons en zaten s'avonds gezellig te zingen, thee te drinken. Wat ik nog weet is, ik had schijnbaar destijds, dat heb ik van hun gehoord, een konijn. Dat waar ik dan als soort huisdier. En omdat die mensen bij ons waren, vonden mijn ouders het nodig om dat konijn te slachten voor een maaltijd te verzorgen voor deze mensen. En wat vond u daarvan? Nou, ik vond het heel erg schijnbaar. De band tussen John en ons is erg goed. Wij schrijven regelmatig naar elkaar, we bellen elkaar regelmatig. En zo nu en dan gaan we bij elkaar op vakantie. U bent naar Schotland geweest? Wij zijn 4 jaar geleden naar Schotland geweest. Op vakantie. En toen hebben we ook die andere Schot bezocht. Die dus met de oorlog helemaal niets van doen wil hebben. Wat gaan jullie in de bevrijdingsweek doen met John Aitchison? Het Oranje Comité heeft in de komende dagen een programma vastgesteld. Dat is van donderdag tot en met zaterdag, tot en met zondag. Enkele punten, daar zullen wij daar zeker van meenemen. Vooral die punten die John het belangrijkste vindt. En dat zullen zijn? In ieder geval naar de Schouwburg-s'avonds, in ieder geval naar de kranslegging en de dodenherdenking. De eucharistieviering. En wat er nog meer aan tijd overblijft.
Gisteravond zijn in Hotel Mercure 60 Engelse oudstrijders aangekomen. Samen met hun partner komen ze de bevrijding van Tilburg herdenken. Hotel Mercure in Tilburg, gisteravond 9 uur. Kort voor de aankomst van Engelse veteranen. Tomorrow then we've got to get everybody off to Delft. Yes. And you're going to do that? Yes, I drive with the coach. Yes. Yes. Yeah. He over there, he drive the little bus. Yes. My car. You said. Vlak voordat de groep oud-veteranen arriveerde, nam de vroegere kapitein Sir John nog even de agenda door met de begeleiders. Sir John is al sinds maandag in Tilburg om de laatste voorbereidingen te treffen. En dit alles natuurlijk volgens een goed militair gebruik. Well, every good army has an advance party to make sure that everything is properly organized, that everybody has a room and there are some transport problems we've had to solve for people who are not on the coach. Thursday you will visit the war cemetery in Mierlo. Yes. How do you think that will be? Well, we've got five of our chaps are buried in Mierlo. There are more in Germany, in the Reichswald cemetery there, but that's rather far to go, so we're going as a symbol, as it were, of all those in war cemeteries in this part of the world to put some flowers on their grave. And it will be a moving occasion for everybody. Na een flinke vertraging arriveerden de Engelsen bij het hotel. De oudstrijders zien elkaar gemiddeld eens per jaar. Toch is deze ontmoeting in Tilburg extra bijzonder vanwege de bevrijdingsfeesten. Voor sommigen is het namelijk de eerste keer sinds de oorlog dat ze hier zijn. De bevrijders van Tilburg hadden er graag een lange en vermoeiende reis voor over. Het weerzien met Sir John was hartelijk. Crossing was nice and calm. We had a good driver. Yes. The roads are excellent. How is it to be back in Tilburg after 50 years? I haven't had a chance to look at it, but it's a thrill, a great thrill. Can we give a message to our friends here in Almenstadt? Of course. Almenstadt. We're waiting to see the family Boers. Yes. The family Stabs. And the family and the Raymonds. So if you're there, we'll look for you. Na het inchecken zochten de meeste veteranen snel hun kamer op. De komende dagen wordt een druk programma afgewerkt. Morgenmiddag bijvoorbeeld zullen de reconnaissance een herdenking bijwonen op de oorlogsbegraafplaats in Mierlo. Dit was het journaal van 26 oktober 1994. Graag tot morgen. Van mei 42 tot november 43 werden vele gestrande piloten, krijgsgevangenen en Joden over de grens geholpen via een ontsnappingsroute. Vanuit het hele land kwamen zij naar Tilburg, waar een barre tocht naar de vrijheid begon. Drie verzetshelden haalden herinneringen op in de bossen van landgoed de Utrecht. Kijkt u naar een documentaire van Astrid Balsink, Chris Koolmeijer en Daniel de Wit. Ik ga iets doen wat ik eigenlijk nooit doe. En dat is mijn onderscheidingen laten zien. Ik heb ze hier. En dit bijvoorbeeld is het Nederlandse Oorlogsherinneringskruis. Vanwege de oorlog in de meidagen 1940. En het Franse passeur, de Franse passeursmedaille. En deze vijf zijn Belgische onderscheidingen.
ieder die geallieerde vliegers hielp, wist dat wanneer hij door de Duitsers gepakt werd, dat daar de kogel op volgde. Meteen na de bezetting ontstond de behoefte bij jezelf, heel intens, om iets te gaan doen, ja, in verzet tegen de bezetting. Maar dat lukte uiteraard niet. Er was niet zoiets als verzet waar je kon komen melden. Bij wijze van spreken een bordje boven de deur. Hier is het verzetskantoor. Je moest eenvoudig wachten tot zich de gelegenheid voordeed in de vorm van een kreet om hulp. En toen ben ik wat mij betreft begonnen met hele kleine dingetjes zoals het beschilderen van muren met geweldige kalkletters Levenskoningin. Er waren dus hele kleine verzetsmomentjes die eigenlijk vooral ook ten doel hadden om je eigen frustraties een uitweg te doen vinden, maar ook toch om de dorpsbewoners, waarvan ik deel van uitmaakte, op een bepaalde manier een hart onder de riem te steken, van te laten merken, er gebeurt iets, al is het nog zo weinig. We staan hier op het punt waar we tijdens de oorlog de vluchtelingen over de Nederlands-Belgische grens brachten, tussen Heelvarenbeek en het Belgische Beeldenstraat. Op een dag in februari 1942 waren een collega en ik op patrouille in de grensbossen tussen Heelvarenbeek en België. En op een gegeven moment zagen wij twee mannen die voor ons wegdoken in een greppel. We dachten dat het Belgische smokkelaars waren, dus wij erheen en zeiden, kom er maar uit, sta eens op. Maar het bleek al gauw dat het geen Belgen waren, maar Fransen. En wel uit Duitsland ontsnapte Franse krijgsgevangenen, die 's nachts door Nederland waren gelopen en zich overdag hadden schuilgehouden. En die nu al wel vermoeden dat ze in de buurt van België waren. We hebben even met die mannen gepraat en ze toen over de grens gezet naar België. We hebben toen besloten om te proberen een soort organisatie op te zetten. Want dit zou wel meer kunnen gebeuren. Mijn oudste broer Marcel was onderwijzer op de lagere school in Heelvarenbeek. Daar werden bijlessen gegeven in de avonduren voor politiemensen. Via die bijlessen leert Karst Smit dan mijn broer kennen en spreek dan op een goede dag mij aan met de vraag, kunnen jullie een ontvluchte Franse krijgsgevangene helpen? Voor mij was dat ineens een blije verrassing van, nu kunnen we eindelijk iets doen. Het grote probleem voor de reizigers die we doorstuurden was het in bezit hebben van een goede Belgische identiteitskaart. Aanvankelijk werden die kaarten gestolen van smokkelaars door de politie, maar dat was te primitief. Nadenkend over de manier waarop we dat beter zouden kunnen doen, gingen we proberen deze kaarten zelf te fabriceren. Dat lukte uitstekend, alleen waar vinden we het juiste papier en waar vinden we een goede drukker? En die vonden we bij de familie Naaikes in Heelvarenbeek. En het was Jan Naaikes, mijn boezemvriend Jan Naaikes, die erin slaagde een voortreffelijke kopie te maken van een Brusselse stempel. Omdat ik dus tamelijk goed kon tekenen, werd mij opgedragen om die stempel te tekenen. Ik heb die uitvergroot, urenlang in heel grote concentratie op een heimelijk plekje zitten te werken, want niemand mocht weten dat ik daarmee bezig was, mijn ouders zeker niet. En na al die uren werken kon ik zeggen, hij is goed. Maar de scherpe waarnemer die zou kunnen zien dat de inkt van het echte persoonsbewijs iets donkerder is dan het vervalste persoonsbewijs. Dat is eigenlijk het enige zichtbare verschil. We herbergden nogal wat mensen in die eerste oorlogsjaren, maar dat werd op een gegeven moment te gevaarlijk, met name op het moment toen er vliegeniers kwamen. Met vliegeniers liep het hele gezin een
enorm risico. Een risico wat te zwaar was. En daarom brachten we de vliegeniers onder in de schuilplaats hier bij deze boerderij. Ik moest een piloot bijbrengen op een moment dat er niemand anders beschikbaar was en er toch haast bij was. Hij bleek zich te bevinden, in burgerkleren uiteraard, in een boerencafé in Moergestel. Daar ben ik met twee fietsen naartoe gegaan. Toen die piloot me zag komen, toen begon hij vreselijk te lachen, want hij kon eigenlijk maar amper fietsen. Bij ons rijden ze auto, zei hij. We hebben het toch geprobeerd, maar het haalde helemaal niks uit. En op een gegeven moment, we waren toen in Biesthoutakker, het was nog beroerd weer, het waaide, het stroomde gewoon weg, dat ik besloot, we halen het nooit. Laat hem maar achter bij mij op de bagagedrager gaan zitten. Dat was natuurlijk een uiterst riskante onderneming, want je wist, en daarom fietste ik daar ook met de dood in het hart, dat je werkelijk je leven riskeerde. Werd je in die situatie gepakt, dan was het onherroepelijk uit. We waren ons bewust van de gevaren die we liepen. Maar het was nu eenmaal nodig dat de risico's genomen moesten worden. En die nam je dan. Soms nam je wel eens te veel risico's. Soms ook werd je wel eens wat overmoedig, omdat het allemaal zo makkelijk ging, dacht je. Op een keer kwam ik terug uit België, alleen. Bij de grens aangekomen dacht ik, nou, dat gaat goed. Geen Duitser te bekennen, tot er achter me uit de sloot een Duitser opspringt en roept, halt. Ik kijk verschrikt om. Komen ze maar hier. Wat maken ze hier? Een heel verhaal van mij, van de arme grootmoeder die we gaan bezoeken, maar dat hielp niet. Komen ze niet. Ik denk, nou, niet meekomen, want mijn Belgische pas zat in mijn schoenen. Ik denk, als ze me fuyeren, dan ben ik te klos. Ik loop mee. Denk dan, hoe kom ik hier tussenuit? Ik verzin een verhaal. Hielp niet. Vervolgens denk ik, misschien kan ik hem omkopen. Als ik je nou eens 50 gulden geef, dan kun je een borreltje drinken en je hebt plezier. En ik kan naar huis en ik heb ook plezier. 50 gulden, hoeveel mark is dat? Ik zeg, 65. Nou, is genoeg niet. Hij moest delen met zijn kameraad die verderop was. Ik zeg, nou, 60 gulden. 60 gulden, hoeveel mark is dat? Ik denk, omhoog met die marken, 100, zeg ik tegen hem. Hij denkt even na en dan, nou, goed. Ze kunnen gaan. Ik geef hem mijn 60 gulden en hij voegt me nog toe, aber, zagen ze niets tegen die marechaussees. Ik zeg, marechaussees, dat tuig, nein. De vluchtelingen werden in het algemeen opgehaald van het station in Tilburg en dan via Hilvarenbeek of Goorle of Baarle-Nassau gebracht naar Weeldestraat, het Belgische dorp Weeldestraat, vandaar per stoomtram naar Turnhout, per elektrische tram van Turnhout naar Antwerpen en per trein naar Brussel. Het werd steeds gevaarlijker, dat wisten we. We spraken daar ook wel over met onze verzetsvrienden. En we probeerden middelen te zoeken om te voorkomen dat onze arrestatie te snel zou komen. Maar dat we ooit gepakt zouden worden, dat vermoeden we wel. En het liep dan ook een keer mis. Ik kwam vanzelfsprekend regelmatig aan de Nederlands-Belgische grens bij Baarle-Nassau. En had daar eens een paar keer een jonge man opgemerkt die ook zwarte grens over wilde. We hadden eens een praatje met hem gemaakt en dat bleek te zijn een zekere Wim Schmid, een ondergedoken student uit Zeist. En toen wij het vrij druk kregen op een gegeven moment met geallieerde vliegers, heb ik aan Wim Schmid gevraagd of hij ook mee wilde doen met het over de grens brengen van vliegers en andere
Engelandvaarders en dergelijke mensen. We probeerden zo weinig mogelijk risico te nemen. Maar soms kwamen er haast klussen tussendoor. En dan vertrouwde je erop, omdat alles tenslotte goed was gegaan, dat dit ook wel zou lukken. We gaven de piloten namelijk altijd identiteitskaarten mee. Die werden hier voor ze klaargemaakt. Daarvoor bleven ze dan enkele dagen hier ondergedoken. Bij zo'n haastklus gebeurde het dat er onverwacht een piloot snel naar Brussel moest. We waren nog nooit gecontroleerd, dus we denken, ach, die ene keer zal dat ook wel niet zijn. Wim Schmid neemt hem mee naar Brussel. Deze keer werd hij onderweg wel gecontroleerd in de tram van Turnhout naar Antwerpen. Hij wordt gearresteerd. De piloot blijft in Antwerpen achter. Twee Duitsers gaan met Wim Schmid door naar Brussel. Op het perron staat een meisje hun op te wachten om de piloot over te nemen van Wim Schmid, die meteen terug naar Nederland wilde. Ze stappen uit. Het meisje zegt tegen de Duitser, how do you do, wordt meteen gearresteerd. Op 16 november 1943 stond ik aan de Nederlands-Belgische grens bij Baarle-Nassau te wachten op Wim Schmid, van wie ik wist dat hij terug moest komen omdat hij de volgende dag een belangrijke vergadering zou hebben. Maar Wim kwam niet en ik vermoedde dat er iets mis zou zijn. Meteen al de volgende dag, dat zal op dinsdag zijn geweest, hè, kwamen we ervan op de hoogte dat Wim Schmid gearresteerd was in Brussel. Ik herinner me nog dat ik de woensdag, of woensdagmiddag was dat, van Hilver van den Beek naar Baarle-Nassau ben gefietst, een onderhoud heb gehad met Karst en we spraken beide af, we zullen alle mensen waarschuwen hier, dat ze in elk geval 's nachts niet op haar vaste adres gaan slapen. We kijken even af hoe het loopt. En we hebben besloten om niet onmiddellijk onder te duiken, want dan zou de hele lijn weg zijn, maar af te wachten wat er zou gebeuren. Maar wat gebeurt er? Het wordt vrijdagnacht en dan verschijnt 's morgens, het zal een uur of vier zijn geweest, een bus vol Duitsers omsingelen ons huis, nemen alle mannelijke inwoners mee, behalve mijn vader. Die worden hier naar de boerderij gevoerd en daar vinden ze Wim Schmid met de ondervragers die onmiddellijk aan Wim Schmid vragen, wo ist der Eugen? Toen de lijn werd opgerold, daarvan kreeg ik het eerste signaal van mijn ouders, merkwaardig genoeg, die mij 's morgens in alle vroegte een beetje gealarmeerd kwamen vertellen dat er een drietal jonge mannen uit Hilvermeek van een bed waren gelicht door de Duitsers. Ik kende die mensen, ik wist dat ze deel uitmaakten op een of andere bescheiden manier van de pilotenlijn en dat dit de code was, het signaal vanuit Brussel dat er iets fout was gegaan. Wim Schmid heeft vermoedelijk een dag of 3-4 zijn mond kunnen houden, ondanks de martelingen. En heeft toen gedacht dat een ieder wel ondergedoken zou zijn. Intussen heeft mijn vader mij haastig gewaarschuwd, 's morgens vroeg. Toen ben ik onmiddellijk naar Eugène gegaan. We waren allebei verpletterd door dit bericht, omdat we wisten dat er verschrikkelijke consequenties aan vast zouden kunnen zitten. Ik bel Baarle-Nassau op. Ik had nachtdienst gehad en lag net op bed toen er een telefoontje kwam van Eugène van der Heijden uit Hilvaar en Beek. Ik heb alleen maar gezegd, Karst, wegwezen. De Duitsers zijn bij ons geweest. Op het moment dat de Duitse overvalwagens voor de kazerne stopten, ben ik er achteruit gefietst en heb kunnen onderduiken.
Tot slot van deze uitzending blikken we even vooruit op morgen. De agenda. Morgenochtend wordt om 10:00 in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling Laatste Nieuws geopend. Ook wordt het boek Zomer een Stad gepresenteerd. Om 11:00 leggen kinderen van de Fatima School een krans bij het oorlogsmonument aan de Ringbaan Zuid. Om 12:00 begint er een eucharistieviering in de Kapelhof. Na de mis wordt er een krans gelegd bij de kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Om 3:30 is de onthulling van een monument aan de Coba Pulskenslaan. De gedenksteen herinnert aan de 3 ondergedoken piloten die in het huis van de verzetstrijdster Coba Pulskens werden doodgeschoten. Morgen worden ook de geallieerde militairen herdacht die omkwamen bij de bevrijding van Tilburg en omgeving. Op het oorlogskerkhof aan de Geelzerbaan is er om 5:00 een kranslegging. Bij het Schotsmonument aan de Paleisring vindt om 6:30 een herdenking plaats. Om 7:00 is er een mis in de Mariakerk aan de Schans, waarin de geboortedag van Peerke Donders wordt herdacht. De dag wordt afgesloten met een bevrijdingsfeest op de Heuvel. Vanaf 9:00 speelt daar de Bob East Showband in het bevrijdingspaviljoen. Dit was Tilburg 50 jaar bevrijd. Morgen zijn we er weer. Nog een prettige avond.